Meneer Monkelbaan van de Weeresteinstaat uh, in Hillegom. Uh, wat heeft uh, de keuze die uh, nu voor ligt voor consequenties voor u? Uh, de verkeersintensiteit van de die wordt met aanleg van de variant midden. Dat wil zeggen bij de fortgarage wordt die met 50% verhoogd. En daar woont u? En ik woon niet op dat stukje. Ik woon voor de tonden, Maar uh, het is vlak bij mij in de buurt en ik wil opkomen voor mijn straat. En ook voor de Halen en de Straatweg, uiteraard. Wat vinden de inwoners van de Weresteinstraat van uh, de voorkeursvariant gekozen door gedeputeerde staten? Nou, de bewoners niet alleen, ook de ondernemers. Ik heb vanmorgen de heer Lommersen gesproken. En de heer Lommersen die heeft een groot bedrijf. En we hebben even uitgerekend uh, op de achterkant van die sigarendoos hoeveel ton dat er in feite aan de noordkant naar de A4 moet. En dat is ongeveer 12.000 ton per jaar. En als je de 80-20% uh, regel neemt, dan kom je ongeveer op 15.000 ton per jaar uit. Uh, wat wilt u als inwoners, waar gaat uw voorkeur naar uit? Mijn voorkeur gaat dus uit omdat het uh, weinig vracht is. Zeg maar ten noorden van uh, de lijn uh, Ruigenhoek en uh, 207. Uh, dat de weg daar komt te liggen omdat, uh, ik bedoel dan van de Ruigenhoek naar de 207, omdat dan het verkeer heel snel kan afbuigen richting het oosten. Zodat de stikstofuitstoot voor de duinen en zuid kenmerland dat is een Natura 2000 gebied, kleiner wordt. U werd pierslink op gedeputeerde Floor van Meulen, want u denkt dat er een uh, ander plan achter zit? Nou, ik uh, kijk uh, variant Zuid. Ja, dat klopt niet, want variant Zuid dat is een nepvariant die bedacht is. Het is nooit een serieuze variant geweest, want alleen al het uitkopen van de bedrijven dat kost gigantisch veel geld. Waardoor het ver zeg maar, onrendabel wordt. En als je kijkt naar de rotonde, is het eerste stuk, de eerste 300 meter, is al vernieuwd. Ja. Het, het is een van het andere. De samenwerking tussen de gemeente of provincie is niet goed... Of men zit de boel te blazen. En ik denk dat men de het laatste doet. Dat is gewoon een spelletje. Uh, men gebruikt die variant Zuid ja, als politiek drukmiddel. Ja, om de, uh, zeg maar de Hillegom met de rug tegen de muur te zetten. Ja, om die variant midden doorheen te krijgen. Okay, u volgt de discussie nu niet, want u heeft er totaal geen vertrouwen in, in de politiek? Natuurlijk, ik heb er wel vertrouwen in, maar ik heb andere verplichtingen. Zodoende moet ik zo snel mogelijk weg. Maar uh, dit uh, had bij mij voorrang, zodoende ben ik hier naartoe gekomen. Hoe denkt u dat het gaat aflopen? Uh, ik, hoop, uh, ja, ik doe een heel uh, grote oproep aan uh, de GDP-teren en de statenleden: dat men in gesprek gaat. En dat men niet laat, uh, aan laat komen op juridische procedures, want daar heeft niemand behoefte aan. We willen graag in gesprek met de provincie om uh, zeg maar de beste oplossing uh, eruit te krijgen. Want de, de adviesgroep die nu geweest is, die is niet juist geweest. Die is onevenwichtig. Eh, Lokker heeft ook een, een, een adviesgroep geadviseerd die breed maatschappelijk georiënteerd was. Dus we moeten eerst een paar stakken, stappen terugnemen om te kijken wat de juiste oplossing is. Dat zou heel verstandig zijn dat de provincie dat zou doen en dat ze in overleg. Ja, zeg maar met, de, met alle ondernemers ten noorden van Hillegom, want die zijn helemaal niet voor de variant midden. En men, draagt, men maakt die luchtbel van dat die uh, Greenport zo belangrijk is, maar dat, is, dat geldt helemaal niet daar. Het enige doel van die variant midden is dat men een stad midden wil, wil, wil maken. Dat zit achter. Het is in feite een politieke doel die wordt nagespreefd. En het heeft niets met mobiliteit te maken.